Er staan hier letterlijk twee criminelen voor mijn neus. Dingen aan het, ik weet niet, dingen aan het pakken. De productie gaat wel lekker, yo. Ja, met mij gaat het niet zo lekker, yo. Want ik sta hier gewoon letterlijk achter jullie. Terwijl dat, als ze mij zien, dat gaan ze me sowieso aanpakken. Hey bewoners van een GameStad, leuk dat jullie al kijken naar deze nieuwe video op het kanaal van een GameStad. En vandaag ga ik iets super tofs doen, want vandaag ga ik namelijk Melissa afpakken van Marnik. En ja, dit gaat gewoon super tof worden. En oeh, ik zie daar iemand voor me, wie was dat? Ik ben nu op een soort van eilandje trouwens, op de city. Alleen ik zie daar iemand achter een boom staan, wie is dat? Ik zag letterlijk hier iemand achter een boom staan, wie is dit? Huh? Wie is dit? Wie is dit? Ik vind het heel erg. Er is Empuria. Empuria. Oké. Nou goed, die was er ook lekker gezellig bij. Dit is echt serieus helemaal op de hoek van de city. Dus ik snap niet waarom hier iemand is. Maar goed. Want kijk, het is helemaal aan de, ja, aan de andere kant. Kijk, dat is de krater, zeg maar, van ja, de raket. Wat? Er is nog iemand? Wat? Dimitri? Oké, nou, het zou wel aan mij liggen. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Kijk eens, knal vast op de blauw duimpje omhoog. En wat? Nog iemand? Dit is gek. Oké, maar goed, kijk eens. Knal even op de blauw duimpje omhoog. Vergeet ook even zeker niet te abonneren op een GameStad en op mijn kanaal, de Serial Gamer. Zo heet ik ook op Instagram. Dus volg me natuurlijk nog even zeker daarop. En dan gaan we nu even naar het riool toe. Want in het riool is namelijk een plekje waar ik Melissa graag wil daten. Ik wil namelijk, ja jawel, Melissa daten op een plekje hier in het riool. En dan zou je denken, Kevin, in het riool een Melissa daten. Ja, dat is toch al een beetje gek. Ja, maar Melissa is ook wel een beetje, ja, crimineel enzovoort. Maar als je hier dus naar beneden gaat, hier in dit eilandje waar ik nu ben. En ik snap niet, waarom zijn hier zoveel mensen ineens? Oké, maar goed, hier ga je dan naar... Hij spreekt me aan. Ja, oké, nu moet je komen ook. Ja, maar ik heb mijn bivakmuts op. Dan weet je helemaal niet dat ik dit ben. Zou ik even mooi schieten? Zou ik schieten? Nee, oké. Nee, ik schiet niet. Want ik bedoel, ik moet wel op date kunnen. En ja, dat kan natuurlijk moeilijk als ik allemaal vijanden heb. Maar goed, dit is dus een doorlopende gang hier. Een geheime gang. Naar namelijk een gangbasis. Een soort van basis waar Melissa altijd, nou ja, schuil houdt. In deze basis is Melissa altijd te vinden, meestal. Maar, nu niet. Omdat ze nu niet omdat ze nu niet online is. Maar vandaag ga ik even kijken waar het een leuke plekje is om even, nou ja, te kunnen daten met haar. Dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Kijk eens, knal even op de duimpje hoog. En, ja. Even zien. Wat is dit eigenlijk? Sulim, Slingshot en WWV. Dit is volgens mij een gangbasis van de nieuwe nog wat of zo. Ik weet het niet precies, maar zoiets heten ze of zo. Maar goed, hier ergens, als je hier naar beneden gaat, heb je een heel leuk plekje. Ja, dit had ik al gehoord namelijk van een hele goede vriend van mij. Die had namelijk gezegd, ja, hier op dit eiland is een geheime doorgang in het riool. En hier is Melissa altijd heel vaak te vinden in roleplay enzovoort. Dus ja, jullie kunnen, je kan hier haar, ja, misschien haar wel tot op dates vragen of zo. Of voorbereidingen doen voor de date. Maar goed, vandaag is het misschien wel een leuk ideetje om even te kijken waar ik precies die date kan houden. Want ja, ik vind het wel even leuk dat ik een etentje kan doen met haar, toch? Ja. Dat kan trouwens mooi hier, denk ik zo. Gewoon hier, dit is wel een mooi plekje. Ze is hier vaak te vinden, dus dit voelt voor haar als thuis. Dus ja, dat is een dubbel puntje. Wat is hier beneden? Hier beneden is een... Wat? Hier is allemaal illegale goederen te vinden of zo. Wat? Huh? En allemaal gekke machines en zo die illegale goederen maken? Ik snap het niet meer, kijkers. Dit is heel erg vreemd. Maar goed, ja. Blijkbaar is ze hier dus vaak te vinden en voelt dit als haar thuis. Dus ik ga gewoon hier, denk ik, haar daten en haar vragen om een etentje te houden met haar. Dat is toch leuk? Weet je, ik weet wel dat Marnik Melissa wil gaan trouwen enzovoort. Maar weet je, kijkers... Dat gaat toch lekker niet door. Dat gaat echt lekker niet door. Dat gaat gewoon mooi niet door. En ja, laten we dus hier... ja, we hebben al wat mooie plantjes enzovoort. Dus dat is allemaal helemaal prima. Ik heb ook nog wel wat drankjes. Terrorbier. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Maar... Oh, Ik hoorde een deur. Hoe moet ik verstoppen? Nee. Ze staan hier boven mensen. Wat? Wie zegt dit? Sulim. Waar moet ik me stoppen? Hier. Er staan hier gewoon echt mensen. Gewoon boven mij. Oh, dit is... Nee, dat is die persoon die zo net die lokker... Dit is... Oh, ze komen. Nee. Oh, ze staan voor me. Nee. Ik ga me verstoppen. Ze staan hier gewoon letterlijk voor me. Ze hebben twee bivakmuts op. Oh, ze zien me niet. Wat doen ze? Er staan hier voor... Oh, er staan hier letterlijk twee criminelen... Voor mijn neus. Dingen aan het... Ik weet niet, dingen aan het pakken. De productie gaat wel lekker, yo. Ja, met mij gaat het niet zo lekker, yo. Want ik sta hier gewoon letterlijk achter jullie. Terwijl dat... Als ze mij zien, dat gaan ze me sowieso aanpakken. Alsjeblieft, zie me niet, alsjeblieft. Ik ga gewoon proberen zo meteen weg te lopen. En dan hoop ik gewoon dat ik er gewoon goed mee af... Ik pak nog even de set van Senna. Wie is Senna? Die kan ik ook wel daten, denk ik dan. Nee. Dat kan ik niet maken. Die kan ik niet maken. Oh!
Hij ziet me al. Nee! Nee, hij ziet me al. Pardon, wie ben jij? Nee, ik... Nee, ik moet even mijn bivak afdoen, want anders dan ben ik de klos. Wat is dit? Ik zag dat de deur open was. Ik zag dat de deur open was, dus ik kom hier gewoon echt alleen maar om gewoon even te kijken of ik hier een afspraakje kan maken met mijn lizer voor een voorbereiding. En hij pakt zijn radio, zo'n walkie-talkie, en stond er... Belt assistentie? Nee, wat? Waarom? Ik ben het maar. Stond er, kom binnen kijken dan. Nee, maar ik dacht dat het wel kon. Wat kom je hier doen? Ik wil graag op date met mijn lizer. Oh mijn god, ik schrijf die hele naam verkeerd, maar dat maakt niet uit. Mijn lizer. Ik wil graag op date met mijn lizer. Je weet maar al te goed dat dit van de nieuwe wereldorde is. De nieuwe wereldorde. Oh, dat is dus de naam. De nieuwe wereldorde. Je dacht dat het wel kon. Oh, Melissa, die verblijft hier. Ja, weet ik. Dat hoorde ik van iemand. Dat Melissa hier te vinden is. Maar, ze kijken elkaar aan. Ze kijken elkaar aan met een blik. En hij heeft een beetje gekke ogen, maar... Wat gaan we hiermee doen? Melissa, Nee, kijk eens. Heb ik dit nou serieus gedaan? Ik heb het voor mezelf zo hard verkloot, zojuist. Ik heb het echt verpest. En mijn haar is ook al verpest, maar dat... Ja, dat maakt niet heel veel uit op zich, toch? Ja. Het is een woensdag, dus ja, ik bedoel, ja, je hoeft er ook niet elke dag goed te zitten. Floris, zou dit een goede jongen zijn voor onze mooie meid? Ja. Ja? Ben ik een goede jongen voor onze... Ja? Ben ik een goede jongen voor mijn lizer? Dat vind ik heel erg vet. Dat vind ik heel erg vet. Dat denk ik wel. Zullen we hem een handje helpen anders? Hihihihi. Oh, dat lijkt wel WBV, man. Ja, een leuk rondje tochtje. Ja, ja, laten we dat doen. Op onze boot. Ja, ja. Dat is leuk, dat is leuk. Een leuk etentje op het boot met Melissa. Dat is leuk. Dat is leuk. Vind ik, denk ik. Of niet? Ja, denk ik wel. Kom mee. Oké, ja, ik kom gewoon even lekker mee. Dit is gewoon geweldig. Ik had nooit verwacht dat ze mij zouden helpen. Ik had het nooit verwacht. Maar goed, het blijkbaar wel. Kijk eens, dit is gewoon goed afgelopen. Laten we gewoon hier naar buiten gaan. Hoppaté, wanneer komen ze? Kom dan. Ze weten niet trouwens dat ik een pistool heb, maar dat maakt niet uit. Ik volg ze nu. Deze man met de zaklamp. Oké. En dan gaan we nu, jawel, denk ik naar de boot of zo? Naar een boot waar ik Melissa, ja, waar ik een afspraak in kan maken met mijn Melissa. Met Melissa. Ja, ik herhaal een beetje alles, maar het is eigenlijk wel zo. Het is letterlijk zo. Ik ga Melissa gewoon daten binnenkort. Want ze zei namelijk tijdens mijn stream dat ze dat wel graag wou. Dus dit is gewoon twee vliegen in één klap. Letterlijk. Ik ga een mooi reisje hebben op een boot. Ik ga mooi een etentje hebben op haar boot. Of op hun boot bedoel ik. En is het de boot waar ik... Oh nee, oké. Dat is niet de boot. Oké, dat is wel jammer. Als dat de boot was, dan kon Marnik het sowieso wel vergeten. Welke is het dan? Die gaan wij binnenkort... deze snelle boot. Oké, het is een snelle boot. Oké, hij is wel een stuk kleiner, maar... Weet je, ook prima. Prima. Ziet er goed uit, jongens. Ziet er goed uit, jongens. Even zien. Oh, hier beneden. Wat? Dit is helemaal van water. Dit staat helemaal onder water. Wat? Oké, duidelijk. Dat dacht ik ook. En nu? Wat is nu het plan? Ik weet niet wat het plan is. Ik heb echt geen idee. Je moet daar je niet op letten, hoor. Beetje fout gegaan. Ja, oké. Beetje fout gegaan. Beetje een lek of zo. Maar... Oké. Zal ik varen dan maar? Oké. Gaan we varen? Vaar jij maar. Oeh, ik krijg ook nog vitamine. Kijk eens, dit kan echt dan... Oeh, zag hij mijn pistool? Ik denk het niet. Maar ik denk dat dit gewoon goed gaat aflopen. Neem een lekker pilletje. Nou, heerlijk. Kijk eens, dit gaat gewoon goed aflopen. Knal even op de blijdempje hoog. Waarschijnlijk gaan we nu naar, ja, riemen vast. Oh, huh? We gaan ook echt weg. Ik denk dat we naar een tropisch eiland gaan waar Melissa ook is. Ik heb echt geen idee. Laat het zeker even weten in de reacties wat jullie hiervan vinden. En oeh, ze hebben allemaal wel wapens. Wel heel cool. Maar we gaan dus binnenkort Melissa afpakken van Marnik. Dit gaat super tof worden. Volg me natuurlijk nog even zeker op Instagram en op YouTube. De Serial Gamer. Zo heet ik op YouTube en op Instagram. Linkjes in de beschrijving, kijkers. Dus doe dat zeker even. Volg me daar even op. En abonneer natuurlijk nog even zeker op een GameStad. En dan, jawel, ga ik binnenkort in dit bootje een mooie date houden. Een mooi afspraakje met Melissa. Kijkers, ik zie jullie bij de volgende video weer. Later.